Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal er weer zijn. Welkom. Hallo. We gaan beginnen met de eerste opdracht. En dat is een modetrend van nu. Jullie gaan vandaag een jumpsuit maken. Ik werd daar eventjes niet zo heel erg lekker van. Ik denk, oh nee, wat moet ik daar nou mee? Ze kunnen heel leuk zijn. Ze kunnen ook, echt van die soort van huispakken inderdaad. Variant, gewoon makkelijk, voeten op de bank. Mike, een jumpsuit moet je toch altijd in je kast hebben? Het is toch eigenlijk een soort basic? Klopt, het was niet altijd een modetrend. Het is ooit een overall geweest. Een jumpsuit, parachutisten, piloten droegen dat om daarmee te kunnen springen. Deze jumpsuit heeft heel veel gedaantes. Het kan classy, het kan sportief, het kan over de top, het kan stylish zijn, het kan bohemian zijn. Bohemian, zei hij. Wat is dat? Weet ik veel. Wat is bohemian? De jumpsuit, dat is een pak dat uit één stuk bestaat. Belangrijk is de balans tussen het bovenlijf en het onderlijf. Het mag niet trekken, het mag niet strak zitten. Je moet erin kunnen zitten, je moet erin kunnen bewegen. Oh ja, niet dat dat hier zo gaat trekken, dat je nee, zo'n kimmeltoe noem je dat, hè? Ja, nee, daar houden we niet van. Nee. Kimmeltoe? Weet je wel? Nee, echt niet. Nee. Ja, ik sta hier. Ik kan wel niet. Vertel eens. Kimmeltoes zijn wel grappig. Omdat je andere mensen kan uitlachen, maar niet in ons ontwerp. Als die een vrouw een broek heeft, aan heeft en tekent echt... Dat tekent het gewoon. Je kan alles zien, toch? Dat is het eigenlijk. Ja, oké.